Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog van Eventje Bleefje. Het is vandaag 1 januari, nieuwjaarsdag. Maar 3 januari, bijna dus, heeft Evina een dressuurwedstrijd. En Evina is ergens druk mee bezig op de achtergrond. En ik heb aan de tafel even de blaadjes neergelegd, zodat ik jullie even kan laten zien wat ik bedoel en waar Evina mee bezig is. Het is namelijk zo dat de proeven die Evina moet rijden best wel lang zijn, de protocollen. En wij hebben vorige keer dus die protocollen gelamineerd. Dit is proef 5 en die gaat ze nu dus niet rijden. Ze rijdt nu proef 6 en 7. Maar de protocollen zijn dus zo lang. 1 A4, 2 A4'en en hier een derde A4'tje. En dat is dus echt veel en veel te lang. En daarom hebben wij vorige keer al een protocol gemaakt wat kleiner is. En dat was proef 5 en 7. Proef 5 en 7. En dat paste precies op 1 A4'tje. Dus had ik een voor- en een achterkant. En dat was echt super handig bij het voorlezen. Want misschien begrijpen jullie dat wel. En hebben jullie dat ook wel in de vorige vlog toen gemerkt. Wij zijn toen live gegaan de vorige keer. En ik was toen zo zenuwachtig. En als je dus zo'n proef gaat voorlezen en je bent ook nog enorm zenuwachtig, nou, dan moet het gewoon echt overzichtelijk staan. En Evina is op de achtergrond daar dus mee bezig. En weet je wat jullie trouwens ook al een hele tijd niet hebben gezien? Ik zie hier dat het achter mij spint het wieltje van onze lieve hamster. Kijk eens, een schatje. Hallo. Ben je lekker aan het rennen? Ja. Maar goed, Evina is hier dus bezig. En die is alles voor mij op 1 A4 aan het maken. En dan gaan we straks weer lamineren. Yes. En dit is dus de eerste voorbereiding die wij treffen voor een wedstrijd. Evina, heb je er al zin in? Super veel zin in. Ja, hè? Ik ben net klaar. Ja, en zo hebben wij allerlei voorbereidingen die wij treffen voordat we op wedstrijd gaan. Wat hebben we dus nog meer gedaan, Evina? Vooral heel veel trainen. Ja, dat hebben we gedaan. En ik had een nieuwe rijbroek nodig. En nieuwe wedstrijdhandschoentjes. Dus toen zijn we shoppen geweest. Ja. En toen, ja. Ja, we hebben nieuwe jasjes. Ja. En jongens, dat koop ik wel echt tweedehands. En we hebben ook een heel leuk jasje gekregen. Mm-hmm. En ze heeft wel nieuwe rijlaarzen gekregen. Maar die hebben jullie, als het goed is, in de vorige vlog al gezien. En nieuwe rijbroeken heeft ze dus gekregen. Dus dat zijn voorbereidingen die je treft. Want Evina die deed dus de witte rijbroek aan en die was echt veel te kort. Ja. En dat soort voorbereidingen treffen wij. Maar ook op de dag zelf zijn er allerlei voorbereidingen. En dit is er dus één van, de proef uitschrijven en heel veel oefenen. Dat hebben we allemaal gedaan, dus we weten zeker dat het goed komt. En we gaan morgenochtend voor de laatste keer oefenen. En dan moeten we natuurlijk Viva mooi maken. We zorgen er ook voor dat de stal heel erg schoon is. Ja. En we zorgen ervoor dat Viva helemaal schoon is. Zodat we woensdagochtend zo min mogelijk poepplekjes op Viva hebben. Ja, want de ene achterhandbril iets. Die zit dus echt helemaal onder de vlekken en onder de poep en dat soort dingen. En daar krijg je zo wat niet vanaf. Dus dat is echt heel moeilijk om eraf te krijgen op één dag. Ja, en dan gaan we op woensdagochtend natuurlijk nog even de voetjes mooi schoonmaken. Ja. En alles. Dus we nemen jullie lekker mee in de voorbereidingen en natuurlijk op de wedstrijd zelf. De dag van de wedstrijd. En dit ben ik als ik naar een wedstrijd ga. Ja, gisteren heb je het hoofdstel mee naar huis genomen, dat heeft ze hier. Die heb ik helemaal ingevet. Ja. En mijn laarzen heb ik schoongemaakt. En je hebt je gouden glittertjes erop gedaan. Ja. Mooi. Ik kan ze zelf niet zien. Ja, hartstikke mooi. Ja, en dit is dus hoe ze er nu uitziet. Mooi vlechtjes in. Maar we missen nog wel wat volgens mij. Kunnen we zo op wedstrijd? Nee. Wat missen we? We hebben nog een zadel nodig en een paard. Ja, dus we gaan gauw naar de paarden. Ja.
We zijn veel te zenuwachtig om te praten. Nou, daar gaat ze. En ik zit met een bak slobber op mijn schoot. Oh, heel veel. Ja, we hadden gewoon meer moeten oefenen, want Vive wilde de trailer dus niet oplopen. En de laatste keer dat Evina met Vive met de trailer weg is geweest, was ik er niet bij, want toen had Evina springles. En toen hebben ze een hele tijd bezig geweest om Vive weer terug mee te krijgen. En daarvoor hebben we nooit problemen gehad. Het lijkt wel of al onze paarden een trailerlaat problemen hebben opeens. Maar gelukkig kon onze allerliefste instructrice Petra even invliegen. En die heeft dus geholpen en die heeft het voor elkaar gekregen om Vive op de trailer te krijgen. Echt het zweet aan alle kanten. Maar Evina moet nu de wedstrijd rijden, dus we moeten alle spanning van ons af laten glijden. En bidden dat straks Vive weer mee terug wil naar de bult. We zijn er! Evina? Oh nee, geen high-five. Evina is aan de beurt. Oké, en dan is Evina aan de beurt en ze begint de proef met A binnenkomen in stap op de rechterhand. Dit is proef 6 van Bixie en Friends van het KNHS. De volgende stap is tussen K en H in draf overgaan. En voordat Evina begon aan de proef, moest ze eerst even bij de jury komen en zichzelf voorstellen. En ze kreeg even een aanmoediging en ik als voorlezer kreeg ook de tip om heel hard voor te lezen. En nou, deze deed ze heel goed. Ze rijdt goed op het buitenvoorbeen. Sorry, ze is even uit beeld. Maar nu gaat ze MXK van hand veranderen. En daar heeft ze ook allemaal kruisjes bij gekregen. En dat betekent dat ze de proef helemaal goed uitgevoerd heeft, dit punt. Voor K van beenwisselen ging dus ook goed. En nu moet ze BEB, grote volte in draf, licht rijden op het buitenvoorbeen. En ook voor deze oefening heeft ze 4 kruisjes gekregen. Ze zit ontspannen in balans. De juiste hulpen doet ze, de pony draaft in constant tempo en de ruiter rijdt bij B een grote ronde volte. Dan gaan we over naar de volgende, dat is tussen M en C in stap overgaan. Dat gaat ook super goed. En dan tussen C en H de pony belonen, daarna de teugels laten strekken. Dit doet ze ook goed en dan tussen E en K de teugels op maat maken. En hier heeft ze wel 4 kruisjes voor gekregen, maar er staat wel een kanttekening bij dat ze wel op de hoefslag moet blijven. Want zoals jullie zien zwiebert ze een beetje van de hoefslag af. En jongens, tijdens deze proef regende het en op dat dak een lawaai dat het maakte. Echt ontzettend veel lawaai. Tussen K en A in draf overgaan ging ook hartstikke goed. En vervolgens B afwenden, voor E van been wisselen en door het poortje draven
E op de rechterhand. Op de korte zijde HCM in galop aanspringen. En daar gaat ze. Hoppakee. Maar helaas, pindakaas, gaat ze hier op het verkeerde been. En ze rijdt gelukkig wel door. En hier moet ze alweer een draf overgaan. Dus die proef heeft ze helaas 2 kruisjes niet gekregen. Omdat ze dus op het verkeerde been ging. EB, al voor grote volten. Dat gaat wel weer super netjes en super goed. En dan B-hoefslag volgen voor F in stap overgaan. Trouwens, Caroline die de proef hiervoor reed, die hoorde haar moeder dus niet door de regen. En daarom zei de jury tegen mij dat ik heel hard moest praten. Nou, ik vond het echt heel lief van de jury. En dat was dus ook echt wel nodig, die tip. Nu moest ze dus A afwenden door het poortje stappen tussen D en G, halt houden en groeten. En voorwaarts in stap vervolgens. Ze moet hier nog groeten. Even wachten, ik ga weer te snel. Groeten en dan voorwaarts in stap. En C linkerhand door het poortje stappen en daarna de pony belonen. Nadat Evina uit de ring is gestapt, moest ze nog even bij de jury komen. Dat is altijd zo op Bixie wedstrijdjes. En dan geeft de jury gelijk tips en tops. En dat was heel lief commentaar. En we gaan gelijk door naar de volgende proef. Dit is proef 7 van de Bixie & Friends van het KNAS. A binnenkomen en draf op de rechterhand. KH licht rijden op het buitenvoorbeen. Vervolgens CX halve grote volte rechts. X van been wisselen. XA halve grote volte links. Hier heeft Evina allemaal kruisjes voor gekregen. Ging allemaal heel erg goed. Lange zijde FM licht rijden op het buitenvoorbeen. En gelukkig regent het nu niet meer zo hard. Er zat best wel wat tijd trouwens tussen deze twee proeven. Het was dus niet zo dat het in het echt achter elkaar doorging. Want er zat een pauze tussen. En Caroline had ook alweer gereden. Dus er zat wel echt een kwartier tussen. Dit is E afwenden, door het poortje draven, daarna in stap overgaan. Ging ook allemaal goed. B linkerhand. Richting M. Daarna de teugels langer laten worden, zodat de pony de hals kan strekken. En bij deze had Evina een kanttekening en een kruisje miste ze. De teugels langer laten worden. En er staat bij, de hals mag je meer laten strekken. Tussen M en C teugels op maat, C en H in draf overgaan. Ging ook super goed. Ook hier zie ik het ook wel een klein beetje van die hoefslag afzwabberen, maar er is niks over gezegd verder. KDE linksomkeert tussen E en K. Ik ben al helemaal de kluts kwijt. Van been wisselen en HGE rechtsomkeert door het poortje draven en bij E op de hoefslag uitkomen. En tussen E en K van been wisselen. Op de korte zijde in galop aanspringen. En hier heeft ze als kanttekening bij dat de pony iets wat onstuimig is. En dat is ook zo, dat zagen jullie ook. Ze probeerde bijna wat te bokken, maar dat ging er toch net niet lukken. En vervolgens weer in draf overgaan en EF van hand veranderen. Dat ging ook heel netjes allemaal. EB, E grote volte. 2 keer minimaal 5 passen doorzitten. Nou jongens, hier is eigenlijk op dit protocol is bijna niks bijgeschreven. Ze heeft overal kruisjes voor, dus dat betekent dat ze alles goed heeft gedaan. En bijvoorbeeld de ruiter zit ontspannen in balans, constante steun op de beugels, de ruiter geeft de juiste hulp en de pony draaft in een constant tempo. Nou, vervolgens heeft ze doorgezeten. Dat heeft ze ook goed gedaan. En MXK van hand veranderen moet ze dan weer. En je wordt dus constant op die 4 punten beoordeeld. De ruiter zit ontspannen. De ruiter geeft de juiste hulpen.
pony draaft in een constant tempo. De ruiter verandert op de letter, doet ze de handeling, zeg maar. A afvender en door het poortje draven voor X in stap. Tussen X en G halt houden en groeten naar de jury. En dat doet ze weer en dan voorwaarts in stap, door het poortje stappen en C linkerhand naar de pony belonen. Een hele fijne proef, ga zo door, is het commentaar. De jury zei nog dat het een feestje was om naar te kijken. En zo hebben wij het ook ervaren. Het was echt een feestje, hartstikke leuk om mee te maken. Het ging allemaal hartstikke goed en Viva had echt een hele dikke knuffel verdiend. En nu nog even uitstappen natuurlijk en naverzorgen. Ah, oh, verlost! Nou, Evina, wat is je gevoel? Dat het super goed is gegaan. Ja? Ja. Nou, en nu heb je lekker dikketje? Ja. Een gevulde koek. Een gevulde koek, ja. En wat denken jullie dan? Wat denken jullie? Ik denk wel dat ze hoog gaat eindigen. Oké, hoog eindigen. Ja. Proef 6, welke proef ging beter? Proef 6 of 7? Nou, het was allebei wel heel goed gegaan, maar in de ene proef viel op het verkeerde been bij galop. Oh, ja. En in de andere proef weer wel heel goed. Ik weet het niet. Jij? Wat denk je? Maar 7, ik denk dat 7 net een heel klein beetje beter werd. Ja, oké. Nou, we zullen zien. En ik heb natuurlijk lekker koffie. Er was helaas geen prijsuitreiking, maar we hebben wel de protocollen teruggekregen. En even zien, proef 6 eerst even laten zien. Proef 6 heeft Evina 100 punten van de 104. Hele fijne proef gereden, ga ze door. En ze heeft een lekker ei gekregen. En natuurlijk 2 van die mooie dingen en lollies. En dan deze 121 punten van de 124. Ook een hele fijne proef. Ga zo door. Nou, en thuis gaan we nog wel even de proeven bespreken, toch? Ja. Hoe vond je het gaan? Supergoed. Ja, het is een beetje jammer dat er geen prijsuitreiking is, hè? Ja. Ja. Maar goed, dit is ook leuk. En we hebben een leuke unicorn surprise ei gekregen. Zal ik die opeten dan? Nee. Ik dacht het niet. Inmiddels is het de volgende morgen en we waren gisteren zo moe dat we toen we thuis kwamen, eerst natuurlijk Viva op stal hebben gebracht en alles opgeruimd. Maar toen we thuis kwamen zijn we gaan douchen en in ons huispakje op de bank geploft. We waren back af door alle spanningen van de hele dag. Natuurlijk de eerste spanningen al omdat Evina en Viva de wedstrijd moesten rijden. En de dag ervoor was Viva nogal schrikkerig tijdens de oefenen en was ze aan het bokken en doen. Dus ja, dan word je ook extra zenuwachtig weer. En toen kwam ook nog dat ze de trailer niet gelijk op wilde. Dat zelfs Petra ingeschakeld moest worden. En toen liep ze de trailer wel op. Maar ook de terugweg was het weer trailerladen, weer drama. Maar daar gaan we mee aan het werk. En gelukkig hebben we Petra, die onze topinstructrice is, die ons daarbij kan gaan helpen. Dus dat komt helemaal goed. Daar heb ik alle vertrouwen in. Maar ja, we zijn hartstikke blij met hoe het is gegaan. De wedstrijd, erg jammer dat er geen prijsuitreiking was. Maar ja, dat is nou eenmaal zo. Daar veranderen we niks aan. We hebben hartstikke mooie punten gereden. Of we, zeg ik. Ik natuurlijk niet. Maar ik was alleen maar de moeder die moest oplezen en heel erg zenuwachtig was. Maar Evina en Viva hebben het allebei super goed gedaan. En ja, wie weet dat we dan wel straks een volgende stap gaan doen. Maar dat gaan we gewoon even afwachten. We gaan lekker verder trainen met B-proeven nu. En we gaan wel zien wat er van komt. Ik wil ook even een dikke dankjewel zeggen aan de meiden die de camera hebben bediend. Die het proefje echt top hebben gefilmd. Die ons overal bij hebben geholpen. Evina had zelfs 3 grooms die mee waren. Dus hartstikke bedankt.
En ook aan jullie wil ik dankjewel zeggen, maar ook wil ik vragen. Willen jullie even in de reactie reageren wat jullie van de proef van Evina vonden? En wat jullie vinden dat de volgende stappen moeten zijn? Hebben jullie misschien een idee daarbij? En nou, aan het rekje hangt de wedstrijdkleding al lekker uitgewassen. Ook daarvoor wil ik een dankjewel zeggen, want het jasje hebben wij tweedehands van iemand overgenomen. En we hebben zelfs nog een ander jasje helemaal gekregen van iemand. Ook dankjewel daarvoor. Voor nu zou ik zeggen, doe een duimpje omhoog als je deze vlog leuk vond. Vergeet niet even te reageren in de reacties. En te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. Ook even het belletje aan. En dan voor nu, een mooi begin van 2024 was deze wedstrijd. Beter kan je het jaar, het paardenjaar in ieder geval niet beginnen. Ik zou zeggen, tot de volgende vlog!